Esther Ouwehand, de voorvrouw van de Partij voor de Dieren, ligt onder vuur omdat het inmiddels opgestapte partijbestuur haar beschuldigt van integriteitsschendingen. Ze heeft gisteren een groot interview gegeven aan Twan Huis voor het programma College Tour, dat vanwege het actuele belang direct online is gegooid. Hoe ging dat interview? Humberto Tan had gisteren in zijn talkshow niet alleen Twan aan tafel zitten, maar ook de chef politiek van RTL laat, Elodie verwijt. Jij hebt het al gezien vandaag. Wat is de indruk, vond je? vraagt hij haar. Elodie antwoordt daarop: "Nou eerlijk, sorry Twan, dat lag niet aan jou, maar het was wel een warmbad voor haar omdat ongeveer 80% in de zaal denk ik Lid is of op partij voor de dieren stemt. Allemaal studenten. Het was een applausmachine. Stel je voor, toevallig allemaal mensen die haar steunden." Dan raakt Twan enigszins geïrriteerd. Elodie is nooit eerder bij een opname van college Tour geweest, bijt hij haar toe. Elodie, jawel, een keertje eerder, bij Klaas Dijkhof ook. Twan, oké, okay, hartstikke goed, want daar heb je hetzelfde. Sorry dat ik je onderbreek. Het is zeker zo dat er partij voor de dierenstudenten in de zaal zaten. Dat heb ik ook gevraagd aan de voorkant. Dat beaamt Elodie, ja, iedereen stak zijn hand omhoog. Twan geïrriteerd, dat is niet waar. Het was zeer zeker niet iedereen. Het was een serieus aandeel. Elodie, nou, heel veel. Ik keek vanaf bovenuit. 80%. Twan boos, nou ja, goed, dat is onzin. Elodie, maakt niet uit. Veel. Twan vindt dat hij goed werk heeft afgeleverd met het interview. Waar het om gaat is dat de vragen die je net hebt laten zien erin zitten en het een eerlijk gesprek is. Hij besluit: ik ben het oneens met de applausmachine voor Esther Ouwehand, want alle moeilijke vragen zijn aan bod gekomen.